Voor veel werknemers staat het deze maand op de agenda, het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Maar zijn deze gesprekken nog wel van deze tijd? De organisatiepsycholoog Kilian Wawoe vindt van niet. Hij pleit ervoor ze af te schaffen. Iets wat ze bij marketingbedrijf Kito toejuichen. Daar beoordelen collega's elkaar en bepalen ze onderling wie salarisverhoging krijgt en wie niet. Traditionele beoordelingssystemen, dat gaat vaak uit van het feit dat de manager de mensen beoordeelt. We hebben geen managers, dus dan blijft er eigenlijk niks anders over dan dat iedereen het onderling regelt en doet. Niet één keer per jaar op het matje moeten komen bij een leidinggevende, maar het hele jaar door je collega's worden beoordeeld. Bij dit bedrijf werkt het. Ja, best wel goed eigenlijk. Omdat je niet één keer per jaar denkt van ja, hier kan ik aan werken of daar kan ik stappen maken. Maar je bent eigenlijk constant bezig om jezelf te verbeteren en om de samenwerking met je collega's te verbeteren. Dus dat werkt voor mij heel goed. Je zit daar niet om alleen maar complimentjes te krijgen. Je zit daar juist om eigenlijk die feedback te ontvangen en daar dus ook weer mee aan het werk te gaan en dus beter te worden. We zijn nu met 45 mensen of zo. Ja, ik zou echt niet weten wie zijn werk wel of niet fantastisch doet. Dus waarom zou ik er dan ook iets van vinden? Ik vind het eigenlijk heel logisch hoe we dat doen. HR-docent Kilian Wawoe zou het liefst zien dat de officiële beoordelingsgesprekken helemaal worden afgeschaft. Ze zijn tijdrovend, ongeschikt en bovendien vaak ronduit oneerlijk. Ik heb het onderzocht en dan valt op dat met name mannen betere beoordelingen krijgen dan vrouwen. Maar ook of je een grote mond hebt, of je goed gekleed bent, of je er leuk uitziet. Het zijn allemaal factoren die meespelen. Je ziet nu dat er steeds meer bedrijven komen die zeggen van we moeten af van het traditionele beoordelingsgesprek. En we moeten eigenlijk naar een systeem dat we doorlopend met elkaar praten als het nodig is. Is het dan niet verleidelijk omdat die collega die je eigenlijk niet leuk vindt een slechte beoordeling te geven? Nee, juist eigenlijk niet. Ook al is het een collega die ik dan eventueel minder mag. Dan ga ik liever juist gewoon constructief erin. Want dan heeft diegene er wat aan en dan kan het alleen maar de band ook verbeteren en de samenwerking verbeteren. Dus dan gaat hier nooit iemand rollend het pand uit na een salarisronde of zo? Dat is nog niet gebeurd. Nee, laten we het vooral zo houden. Dit gaat niet meer terug, nee. Dat weet ik zeker. Niemand die dat wil en ik als eerste niet. Nou, die gesprekken, ik was er nog wel slecht in ook. Nou, de vraag van vandaag. Beoordelingsgesprekken afschaffen of niet? Ruim 3000 mensen deden mee aan ons onderzoek en gaven antwoord op deze vraag. En Nederland is erg verdeeld. Zo zegt de helft afschaffen dat gesprek aan het einde van het jaar. Nou, toch is er ook een grote groep van 42% die er wel het nut van inziet en wil dat het beoordelingsgesprek gewoon blijft. En als we het dan afschaffen, wat zou dan een goed alternatief zijn? Nou, uit ons onderzoek komt dan maar één echt serieuze optie naar voren. Het hele jaar door coachen en feedback geven.